Afgelopen weekend vond voor de derde keer de UCI BMX Supercross plaats in sportcentrum Papendal. Bijna alle toppers uit meer dan 25 landen hadden zich hiervoor aangemeld. Onze eigen Jelle van Gorkum won de hoofdprijs op de thuisbaan in de klasse voor mannen. Laura Smulders greep net naast brons. Papendal was de laatste stop voor de wereldkampioenschappen die over iets meer dan een maand in Auckland, Nieuw-Zeeland plaatsvinden. Een lange reportage over dit evenement kunt u vrijdagavond bekijken in onze Sportspecial.